Records met het zweet staat op je voorhoofd. Ja, het is warm hier binnen. Net uit de douche, dus vandaar. Het was wel een lekkere wedstrijd voor jou. Een strafschop gestopt, belangrijk in de slotfase, belangrijk in de eerste helft. Het kan minder in zo'n wedstrijd. Ja, ik denk dat dit echt de perfecte wedstrijd is voor een keeper. Wat je al zei, een aantal mooie reddingen, zo eerst als tweede helft. En de penalty natuurlijk nog. Dus ja, dat kan niet beter. Als je kijkt naar wedstrijden waarin jullie een strafschop tegen krijgen, ja, ik zei het al, dan weet je bijna wel, Roy Kortsmit pakt 8 van de 10 strafschoppen. Ja, niet zo bescheiden. Nee, ik kan het niet ontkennen dat het goed gaat. Alleen, ja, het is natuurlijk niet vanzelfsprekend dat ik 80% van de penalties ga tegenhouden. Alleen, vandaag wel weer, dus dat is alleen maar mooi. Hoe komt het dat Sparta het zichzelf zo moeilijk maakt nog in de slotfase? Ja, weet ik niet. Komt toch... Misschien een stukje paniek. Ik zou het niet weten. Hier staat 0-1 voor. Hun gaan alleen maar lange ballen spelen. Het is altijd lastig om dat te bespelen. Maar ja, goed. Nogmaals, we hebben 0-1 gewonnen. En dat is het belangrijkste. Als je kijkt naar deze wedstrijd. Hè, want we zeiden ook in de slotfase. Je zegt ja, een beetje paniek misschien wel. Maar waar heeft het dan mee te maken? Jullie hebben voetballende kwaliteiten genoeg. Je staat op een 1-0 voorsprong. Ja, dat is altijd een stukje wat dan komt. Zeg maar. Je staat 0-1 voor. Eigenlijk moet je dan blijven voetballen. Onder de druk vandaan. Maar ja, wat je dan al snel ziet is dat je wat achteruit gaat lopen. En gaan hun alleen maar die ballen erin pompen. En dan hoeft hij maar een keer goed te vallen. Dat deden hun een aantal keer goed. Maar gelukkig viel die niet. Wat toch ook denk ik wel lekker is voor Sparta. Je verliest de eerste wedstrijd bij Twente. Dat kan gebeuren. 2 wedstrijden op rij. 2 keer ook de 0. Ja, natuurlijk is dat lekker. Ik weet dat we een goede verdediging hebben staan. En ik probeer... Alles wat er doorheen komt probeer ik tegen te houden en tot nu toe gaat dat heerlijk en vandaag ook. Als je kijkt, deze wedstrijd, je krijgt als keeper dan in de eerste helft niet zo heel veel ballen, in de tweede helft dan juist weer heel veel. Is dat dan lastig om dan ook om te schakelen? Nee, je moet je erop instellen. Wij zijn een van de favorieten denk ik in deze competitie en ik zal niet elke wedstrijd veel te doen krijgen. Dus daar moet je op inspelen, dat je 95 minuten lang super scherp bent en 100% gefocust. En zo moet je die wedstrijd ingaan. Dus. Je zegt ook, we zijn een van de favorieten, maar geeft dat ook extra druk? Misschien tijdens de wedstrijd misschien niet eens bewust, maar ja, het speelt toch door je hoofd? Nou, dat geeft geen druk. Ik denk dat we een goede ploeg hebben, zowel gemixt als jong en oud. En iedereen heeft dat een en ander meegemaakt. Ik denk niet dat wij die druk zo ervaren. We leggen onszelf die druk op. We willen veel bereiken dit seizoen. Nogmaals, wij leggen zelf misschien de meeste druk op. Lekker nachtje, denk ik, hè? Ja, natuurlijk is het hartstikke mooi en dan moet je er wel even van genieten.